Ja, en we zijn live. Kijk even, ja, er zijn ook al mensen. Nou, welkom allemaal. Super leuk dat jullie er weer zijn in deze warme zomer. Ja, nu is het toch echt zomeravond. Nou, we zijn, kijk, er zijn al best wel wat mensen binnen, maar ze druppelen toch nog even binnen. Dus laten we het even een minuutje, 2 minuutjes geven, totdat de meeste mensen binnen zijn. Want vaak duurt dat toch nog wel heel even een paar minuutjes. Even kijken. Ja, ik ben er helemaal klaar voor, zegt Yvonne. Goedenavond, zegt Geet. Kunnen jullie mij goed? Kan jij heel kort iets zeggen, Judith, voor de Ik zal ook techniek? even snel iets zeggen, dan kunnen mensen kijken of ze mij ook goed kunnen horen. Precies. Kunnen jullie ons allebei goed zien en goed horen? Dan hoor ik het heel graag. Het graag in de chat. Even spieken. Ik krijg nog niks binnen. En dan zie je dadelijk, zeg maar, dan zit altijd een beetje vertraging. Oh ja, kijk, nu komt er van alles binnen. Prima, goed verstaan. Goed, goed, goed. Het is altijd een vertraging. En denk, oh, er komt niks. Maar nu komt er een hele rits binnen. Nou, fantastisch. Nogmaals, welkom allemaal. Ontzettend leuk dat jullie hierbij zijn. Ja, ik keek hier ongelooflijk naar uit. Deels door het onderwerp. Voeding, dat ligt natuurlijk me heel erg naar het hart. Maar ja, ook persoonlijk. Wij kennen elkaar nu een aantal jaren, Judith. Hadden, wat mij betreft, in ieder geval gelijk wel een klik. Kwamen erachter dat we twee hele kleine dorpjes heel vlak bij elkaar zijn opgegroeid. Hebben allebei in Maastricht gestudeerd. Jij iets eerder dan ik. Ja, en wonen nu ook niet meer zo heel ver van elkaar af. We hebben allebei een hond, wandelen daar ontzettend graag mee. En ja, delen toch wel echt een passie rondom voeding. En jij hebt een voorgeschiedenis in gezondheidswetenschappen. Lang bij de Wageningen Universiteit en aanverwanten aangesloten. En nu al 2 jaar bij Food Valley, waar jij zo meteen natuurlijk uitgebreid iets over gaat zeggen. Ook de eerste vraag komt al binnen. Even kijken, ik ga die vraag even meteen eventjes als een vraag. Dus ik heb je gezien, Hubertina. We hebben alles op privé staan, zodat je gewoon ook je vraag kan stellen. Zeker als je bijvoorbeeld voor- of achternaam hebt. Ja, dan is het toch wel fijn als je gewoon privé je vraag kan stellen. Nou, zoals je misschien ben je voor het eerst erbij hebt, misschien ben je al veel vaker erbij geweest. Het praatje is altijd 1 uur van 8 tot 9. Je krijgt na afloop krijg je de presentaties en de opnames krijg je toegestuurd. Dus de terugkijken, link daarvoor. Met een heel mooi aanbod rondom het programma, maar daar vertel ik straks meer over. Mocht die nu vasthangen, druk dan op de knop opnieuw verbinden. Die zit bovenin. Want vaak is het dan, ja, is er gewoon een verbindingsprobleem en dan is het eigenlijk al opgelost. Is het dan nog steeds niet opgelost, zet het even in de chat. Dan kijk ik en mijn collega Marloes op de achtergrond kijkt mee. Je verhaal is ongeveer een minuutje of nou, 30 tot 40, hè, Judith. Ja, 40 minuten. 40 minuten en dan hebben we nog 1 minuut of 20 voor vragen. Nou, volgens mij gaat het allemaal, ik hoor allemaal goed, goed, goed. Ik zie dat er al een heleboel mensen binnen zijn. Ja, dan zou ik zeggen, Judith, the floor is yours. Veel plezier. Nou, dankjewel. Ja, even kijken. Ik denk dat jij de eerste slide Ja, dat zou zeker. Ik zal hem meteen even voor je opzetten. Kijk, nou, daar gaat-ie. Want ik ga vanavond heel graag jullie vertellen over hoe wij samen met z'n allen de gezonde keuze, de makkelijke keuze gaan maken. Twaar zei het net al, ik heet Judith, Judith van der Horst. Kom inderdaad uit een klein dorpje in Brabant. Dus dat hoor je vast ook aan mijn tongval, niet ver bij de geboorteplaats van Tamara vandaan. En werk al een aantal jaren samen, maar sinds 2 jaar werk ik bij Food Valley, een organisatie waar ik jullie straks wat meer over ga vertellen. Nou, wil je contact met me opnemen? Je ziet hier mijn e-mailadres. Het staat ook op de website van Food Valley en ook op het einde laat ik het nog een keer zien. En uiteraard kunnen jullie de hele tijd de chat gebruiken. Nou, de gezonde keuze, de makkelijke keuze maken. Waarom is dat nou eigenlijk zo nodig? Nou, als we gaan kijken, dan zien we dat er eigenlijk over de hele wereld zien we allerlei ja, problematiek issues ontstaan die te maken hebben met voeding en ook te maken hebben met een eetomgeving en eetgewoontes die niet helpend zijn voor gezondheid. En als we bijvoorbeeld gaan kijken, een beetje aan de rechterkant, dat lichte blauwe balkje, er is gewoon op het moment heel veel
heel veel mensen, ook kinderen, volwassenen, die overgewicht en obesitas. Obesitas is ernstig overgewicht hebben. En wereldwijd is dat ongeveer 39%. En voor Europa zijn er ongeveer 1,5 maand geleden weer nieuwe cijfers bekendgemaakt. En die laten zien dat het in Europa sterk aan het stijgen is. Dat het alweer bijna 60% is. Dus het wereldwijde percentage ligt iets lager. Omdat er ook veel lage inkomenslanden zijn waar het percentage overgewicht minder is. Daar zie je over het algemeen weer wat meer ondervoeding. Hè? We kennen allemaal wel die kindjes die je dan ziet van de tv die ernstig ondervoed zijn. Dus je kunt zeg maar gewoon te laag gewicht hebben. Maar je kunt ook dat roze balkje hebben. En dat je echt vitamine en mineralen ondervoeding hebt. En dat komt niet alleen voor bij mensen die te weinig eten. Maar dat komt ook voor bij mensen die eenzijdig eten. Dus ook bij mensen die bijvoorbeeld overgewicht hebben. Dus zowel het vitamine mineralen gerelateerde ondervoeding, dat roze blokje, gaat ook vaak samen met mensen die overgewicht en overgewicht en obesitas hebben. En dat percentage is stijgende en dat is niet een bewuste keuze van die mensen. Dat komt door een bepaald systeem wat we met z'n allen eigenlijk hebben gemaakt in de loop van de tijd. En dat overgewicht en obesitas, dat heeft best wel wat ernstige gevolgen. En ik heb hier een paar plaatjes neergezet. En bijvoorbeeld zie je linksonder die mevrouw die kanker heeft. Want overgewicht en obesitas is gerelateerd aan kanker. En kanker is doodsoorzaak nummer 1 in Nederland. En bijvoorbeeld vorig jaar, in 2021, zijn er 124.000 nieuwe mensen gediagnosticeerd met kanker. En dat is echt heel schrijnend. En ik denk dat we allemaal wel iemand in onze omgeving weten die kanker heeft of daar misschien een overleden is. Dat komt natuurlijk niet altijd door overgewicht of door obesitas, maar er is wel een duidelijk verband tussen. En overgewicht en obesitas zijn dan ook gerelateerd aan 13 verschillende typen kankers, weten we intussen. En dat wordt ook alleen maar meer. En overwicht gaat ook vaak pijn. En dan zie je bijvoorbeeld dat plaatje rechtsboven van de benen van een persoon. Gaat ook vaak gepaard met heel veel pijnlijke effecten. Hè? Pijn in je spieren, pijn in je gewrichten, in je botten. Wat je bewegelijkheid dan bemoeilijkt. Waardoor het eigenlijk nog moeilijker is om een gezonde leefstijl vast te houden. Dus je komt een beetje in een vicieuze cirkel. En het is echt lastig om daaruit te komen. Nou, je ziet ook nog andere plaatjes. Is hier een plaatje van een persoon die naar zijn hart grijpt. Nou, ook hart- en vaatziekten. Dat is duidelijk gerelateerd aan overgewicht en aan obesitas. En bijvoorbeeld vorig jaar in 2021 waren er 1,5 miljoen mensen met hart- en vaatziekten. En iedere dag gaan er maar liefst 650 mensen komen naar het ziekenhuis vanwege hart- en vaatziekten. Dus dat is best veel. Nou, je ziet hier ook suikerziekte of diabetes, zoals we dat ook noemen. Er zijn ook veel mensen die diabetes hebben. Dat zijn er 1,2 miljoen waren dat er vorig jaar. En dan komen er iedere week 1000 nieuwe patiënten bij. En ook overgewicht is heel erg gerelateerd aan je kans op het krijgen van diabetes of suikerziekte. Dus het heeft heel veel consequenties en je kiest daar helemaal niet bewust voor. Het is eigenlijk heel naar als je op een gegeven moment in zo'n situatie belandt. En ook net als de mevrouw die de handen aan het hoofd heeft. Het is niet alleen gerelateerd aan allerlei fysieke verschijnselen in je lichaam. Maar ook zie je dat het veel mentale problemen geeft. Hè? Kinderen met overgewicht, maar ook volwassenen met overgewicht worden vaak gepest. En mensen voelen zich gestigmatiseerd, voelen zich ooit buitengesloten. Depressie is ook gerelateerd aan overgewicht. Dus zo zijn er best een aantal dingen die verband houden met dat overgewicht, wat allemaal heel onwenselijk is. Nou, naast al die gevolgen van overgewicht geeft het ook veel kosten. En eigenlijk zie je dat overgewicht en obesitas evenveel kosten geeft als een gewapend conflict of een oorlog en roken. En de kosten zijn echt heel erg hoog. Zo is er in het begin van dit jaar stond er ook een artikel in de krant. En misschien hebben jullie dat wel gezien. Dat ernstig overgewicht, dus dat obesitas, dat jaarlijks ruim €11.000 per persoon kost. Nou, als je dat dan een beetje doorrekent met het aantal mensen wat dat ernstig overgewicht of obesitas heeft. Dan gaat dat over ruim €23 miljard voor Nederland alleen al. Nou, Nederland is maar een klein landje. Ons overgewichtcijfer ligt zelfs nog iets lager dan in Europa. Dus als je bijvoorbeeld op Europees niveau gaat berekenen, dan zijn de kosten van obesitas echt enorm. Afgezien
van al het persoonlijke leed wat die mensen ja, toch doorheen moeten gaan. Dus, nu kom ik bij Food Valley. Food Valley is de organisatie waar ik voor werk, want we willen graag, het is een transitieorganisatie, zoals ze Food Valley noemen. Een organisatie die zorgt voor verandering, voor transitie. En transitie en verandering van ons voedselsysteem, zodat ons voedselsysteem duurzamer en gezonder wordt. En hoe doen we dat bij Food Valley? Dat doen we met partners. Daar ga ik ook zo meteen nog wat meer over vertellen. We zitten in Wageningen, dat noemen ze ook vaak de Food Valley qua regio. Maar er is dus ook een organisatie naast de regio Food Valley, wat een echt een geografisch gebied is. Net zoals je ook een Silicon Valley hebt, hebben we dus ook in Nederland een Food Valley, waar we echt op uitblinken op wereldwijd niveau. We hebben dus ook een organisatie die Food Valley heet, of Food Valley NL, als ik het helemaal volledig zeg. En wij werken op Nederland, op Nederlands niveau, op nationaal niveau, maar ook op internationaal niveau eigenlijk voor de hele wereld, om aan die verandering van het voedselsysteem te werken. We doen dat met ongeveer 30 mensen. We zitten dus in Wageningen op de campus, waar bijvoorbeeld ook de Wageningen Universiteit zit, maar ook heel veel andere bedrijven zitten. En dat doen we dus, dat voedselsysteem veranderen doen wij met partners. En hoe werkt dat dan, dat veranderen van dat voedselsysteem, zodat uiteindelijk die gezonde keuze de makkelijke keuze wordt. En zodat het voor mensen ook bijvoorbeeld, die er niet vrijwillig voor kiezen om overgewicht of obesitas te helpen, of ondervoeding te helpen, zodat die gewoon makkelijker en lekkerder en betaalbaarder gezond kunnen eten. Nou, daar zijn wij voor. Daar zetten wij ons bij Food Valley voor in. En we doen dat op 3 verschillende onderwerpen. En die onderwerpen die zie je hier in die lichtblauwe balk staan. En middenin zie je gezondheid. Dus zelf leid ik alles wat op voeding en gezondheid speelt, dat leid ik binnen Food Valley. Dat is het middenste blokje. Dus daar ga ik vandaag ook meer over vertellen. Maar het linker en de rechter wil ik ook graag even aan jullie uitleggen, omdat het eigenlijk een soort totaalpakket is waaraan wij werken om dat voedselsysteem gezonder en duurzamer te maken. Die gaan hand in hand. Iets kan niet alleen gezond zijn voor de mens als het niet gezond is voor de wereld. En vice versa. Als het iets gezond is voor de wereld, dus als het duurzaam is, dan moet het ook gezond zijn voor de mens. Dus dat is altijd ons uitgangspunt, dat het gezond en duurzaam is. En dat doen we onder andere, dan begin ik even aan de rechterkant, daar zie je reststromen. En binnen Food Valley hebben we daar een wat lastigere naam voor. Dat noemen we circulaire agrifood. Dus circulair, hè, je ziet een cirkeltje staan, die 3 pijltjes die in een cirkel met elkaar verbonden zijn. Het gaat erover om die circulaire agrifood. Gaat er vooral over om dat de hele voedselketen efficiënter te maken en optimaler in te richten met elkaar. Zodat er, en daarom staat er reststromen, minder reststromen zijn. En ik zal jullie een voorbeeldje geven van een reststromen. Maar denk allemaal even aan een maiskolf. Die korreltjes mais, dat is wat we eten. Maar die korreltjes mais die zitten vast aan een harde kern. En om die harde kern zitten groene bladeren. En stel je nou eens voor dat die groene bladeren en die kern, dat die niet verhakseld worden tot diervoeder, maar dat we die kunnen gaan gebruiken voor voedsel voor mensen. En voedsel voor mensen is, brengt een veel hogere prijs op dan voedsel voor dieren. Dus stel dat we de resten van de maiskolf kunnen gaan gebruiken, niet alleen voor diervoeder, maar ook voor mensen, dan hebben we een betere verwaarding van ons voedselsysteem. En dat is een voorbeeld van die circulaire agrifood of die reststromen, dat rechterkant. En nou verzin ik even weer een voorbeeld over die maiskolf. Maar stel eens dat je op die maiskolf, dat daar insecten op zitten. En die insecten, die moet je eraf halen. En dat kost tijd en dat kost geld. Want die wil je niet, als je verse maiskolf koopt bij je groenteboer of in je supermarkt, dan wil je geen insecten meer op hebben zitten. Dus die worden eraf gehaald. Maar die insecten, dat zijn ook eiwitbronnen. En eiwitbronnen, we zijn heel erg op zoek naar alternatieve eiwitbronnen, zoals je aan de linkerkant eiwit ziet. Nou is insecten misschien niet direct waar we op dit moment bij focussen, maar bij Food Valley focussen we wel heel erg op het veranderen van ons voedselsysteem, zodat we langzaamaan allemaal net iets minder dierlijke eiwitten gaan eten en iets meer plantaardige eiwitten gaan eten. En dat betekent niet dat we allemaal meteen vegetariër of veganistisch hoeven te gaan worden. Maar af en toe een keer een wisseldag, af en toe wat minder
vlees bijvoorbeeld, of een keer wat minder vis. En dat wisselen voor bijvoorbeeld peulvruchten, waar ook veel eiwitten in zitten. Dan wissel je dus van een dierlijk eiwitpatroon naar een plantaardig eiwitpatroon. En zulke soort kleine stapjes maken ons voedselsysteem wat duurzamer en gezonder. En wij werken binnen Food Valley op een, ja, wij noemen dat een matrixstructuur. Dus we hebben bijvoorbeeld een team wat op internationalisering zit. Want ik zei jullie net al dat wij niet alleen voor Nederland werken, maar ook internationaal. En dat internationale team kijkt dan bijvoorbeeld, wat gebeurt er nu in het buitenland? Welke kennis of welke innovatie of welke slimme ideeën kunnen wij naar Nederland halen, zodat we daar in Nederland ons voordeel mee kunnen doen om ons voedselsysteem duurzamer en gezonder te maken. En hetzelfde geldt voor ondernemerschap. We kijken dan bij ondernemers van hoe doen anderen dat in andere landen? Welke start-up bedrijven die heel innovatief zijn en allemaal prachtige producten bijvoorbeeld maken of slimme ideeën hebben voor inrichting van supermarkt. Hoe kunnen we die ideeën hierheen halen? Hoe kunnen we dat aan elkaar verbinden? Hoe kunnen we dat zorgen dat start-ups, die het vaak best lastig hebben als ze starten, maar wel heel vaak heel innovatief zijn, hoe kunnen we zorgen dat die de eerste levensjaren overbruggen, als ze nog zitten te springen om geld, maar wel heel creatief zijn in hun innovaties? Nou, dat zijn allemaal manieren, naast het maken van analyses en inzichten en het verbinden van al die partners, zorgen wij dat ze eigenlijk sneller vooruit kunnen. Want als al die partners dat voedselsysteem gezonder gaan maken, dan is het voor jullie makkelijker om de gezonde keuze, de makkelijke keuze te maken. Nou, je ziet hier ook nog een balkje op faciliteiten, maar daar ga ik later wat over vertellen. Want als we dat voedselsysteem duurzamer en gezonder gaan maken, ja, dat klinkt best makkelijk, maar dat is niet gemakkelijk. En dat hebben jullie denk ik vast ook allemaal zelf gemerkt. Want tenslotte zijn we allemaal consumenten. Of we nu in-house deskundig zijn of niet. We consumeren allemaal iedere dag eten. Dus we weten ook allemaal dat, ja, er best wel wat, dat het niet gemakkelijk is om gezond te eten. Dus wat zie je bijvoorbeeld, is dat vaak wordt gezegd, gezond eten is helemaal niet lekker. En ergens klopt dat ook wel een beetje. Want in onze hersenen en in ons DNA is eigenlijk voorgeprogrammeerd, en dat heeft met de overleving te maken heel lang geleden in de oertijd, dat suiker, zout en vet, als een product veel suiker, zout en vet bevat, dan vind je dat lekker. Dus producten die wat minder suiker, zout en vet bevatten, die worden dan vaak wat minder hoog gewaardeerd en de smaken iets minder lekker gevonden. En er is ook nogal iets op te lossen op gebruikersgemak. Wat stel eens dat we nog even over die groenten gaan hebben. Nou, dan moet je dat allemaal schoonmaken en schillen. En dat kost allemaal best wel wat bewerkingstijd. Of je neemt een appel mee en dan zit je daar ergens met je klokkenhuis. Of je handen zijn er wat plakkerig van geworden. Dus het is niet altijd heel gebruiksvriendelijk. Groenten en fruit of andere producten die bijdragen aan gezondheid. Dus nou, dan kun je wel voorgesneden groenten gaan kopen. Maar die zijn dan weer wat duurder. Dus het is niet altijd zo gemakkelijk. En zo ontbreekt vaak ook nog de kennis. Hè, mensen willen best wel vaak gezonder eten. Maar hoe doe je dat nou? Hè? En hoe doe je dat ook dat het past bij je eigen budget? Bij je smaakvoorkeuren? En misschien heeft er iemand een allergie in je familie. Dus hoe doe je dat dan eigenlijk? Nou, en dan hebben we nog prijs. En ik denk dat daar mensen die een beetje het nieuws volgen, die hebben vast wel gehoord dat er bijvoorbeeld tegenwoordig veel te doen is over de BTW verlagen van groente en fruit. Ja, hele discussie. En dan is het inderdaad de vraag, gaat ons dat helpen om meer groente en fruit te laten eten? Ik heb twee vragen tussendoor, als dat mag. Oh, ja. Ik heb iemand en die zegt, wordt er ook gekeken naar eet zoveel mogelijk lokaal, beperken van export. Dat is natuurlijk ook wel een hele belangrijke. De andere is de natuurwinkel Odin ook aangesloten bij Food Valley? Ja. De eerste is ja, we kijken naar inderdaad lokale productie. Stel je gaat naar de website van Food Valley, dan kun je zien dat wij een initiatief hebben opgericht dat heet De Nieuwe Eiwitboeren. Dat hoort dan in dat blokje thuis over de eiwittransitie. Dat zijn boeren die allemaal peulvruchten telen, dus bijvoorbeeld fava-bonen. En die doen dat op een lokale manier. Dus lokaal produceren is zeker iets wat past binnen onze duurzaamheidsdoelstellingen bij Food Valley. Dus ja. En de tweede vraag was, is Odin aangesloten? En nee, Odin is niet aangesloten. Maar ik ben heel benieuwd, interessant, en ik ga graag met mensen van Odin in gesprek. Dus laat ze vooral contact opnemen. Nou, dus Marja, er is aan jou een mooie taak om ze hierover te vertellen.
Helemaal goed, dat waren de vragen tot nu toe. Helemaal goed. Hey, dus eigenlijk was ik aan het vertellen dat het, ja, om die maak die gezonde keuze de makkelijke keuze, dat is niet zo gemakkelijk en daar moeten we best wel wat voor doen. Dus, en dat is nou eigenlijk waar wij bij Food Valley voor staan. Om dat makkelijker te maken, duurzamer, gezonder, makkelijker. Want dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Dus wij bij Food Valley proberen initiatieven te bedenken met die partners waar ik over heb. Dat ga ik zo nog wat verder uitleggen hoe dat dan zit met die partners. Om dat voedselsysteem duurzamer en gezonder te worden. En binnen voeding en gezondheid is een van de initiatieven waar ik op focus is wat ze in het Engels noemen personalized nutrition. Of in het Nederlands gepersonaliseerd voedsel of gepersonaliseerd voedingsadvies. En dat is iets wat nog niet zo heel erg bekend is. Ik ga dat graag aan jullie uitleggen en dat doe ik aan de hand van het volgende groene plaatje. Dat is een Engels plaatje, maar ik leg het aan jullie uit. Want het begint erover dat jij als consument, ik als consument, nieuwe gewoontes aanleren. Stapje voor stapje, kleine stapjes, dichter komen wij net een tikkeltje gezonder. En langzaamaan komen tot nieuwe gewoontes. En hoe begint dat? Dat begint met een persoonlijk doel. Stel, je wilt je wat fitter gaan voelen. En je wilt je wat fitter gaan voelen en je denkt dat, nou, ik noem een doel, 5 kilo afval, dat het jou daarbij gaat helpen. Dan is dat jouw persoonlijke doel. En hoe dat personalized nutrition of gepersonaliseerd voedingsadvies dan eruit ziet, dat betekent, je hebt een persoonlijk doel en je gaat altijd iets meten. En dat meten, dat kan bijvoorbeeld zijn, ik heb zo'n smartwatch aan, dat kan zijn met je horloge iets meten. Maar dat kan ook zijn met je telefoon, dat je iets gaat meten. Het kan ook zijn dat je een vragenlijst invult. Een vragenlijst bijvoorbeeld over je smaakvoorkeuren, je gezinssamenstelling, je budget wat je hebt, allergieën die voorkomen. Dat kunnen iets eigenlijk hele makkelijke dingen zijn die je gaat meten. Het kan ook een soort van moeilijkere dingen of wat, misschien wat dingen die wat verder van je weg staan, dat je die gaat meten. Bijvoorbeeld dat je in je urine iets meet of in je ontlasting iets meet of in je bloed iets meet. Of dat je bijvoorbeeld in je DNA, in je genoom iets gaat meten. Dus dat zijn wat meer, laten we zeggen, dat meer technische, medisch-technische metingen die je kunt doen. Maar alle metingen zijn in principe goed, zolang ze maar een wetenschappelijke basis hebben. Dus je hebt een persoonlijk doel, dat zit daar links onderin. En je meet iets aan jezelf. En wat je meet aan jezelf, dat komt dan ergens in de cloud, noemen we dat dan, in een algoritme, in een berekening. En uit die berekening stroomt, dat zie je rechtsboven, een voor jou persoonlijk advies. Een advies wat gemaakt is op maat voor jou. Wat past bij dat persoonlijke doel van jou. Dus dat je het ook snapt. En dat je ook eigenlijk een soort van intrinsieke motivatie hebt om vast te houden aan dat advies. Want als een advies kan er bijvoorbeeld uitzien of uit bestaan dat jij recepten krijgt opgestuurd, bijvoorbeeld via een appje. Van goh, hè, je bent gewend zo te koken, maar als je het voortaan zus doet, dan zit je net weer een tikkeltje gezonder, een tikkeltje duurzamer. En het past bij alles wat je hebt opgegeven van je doel en van je metingen. Dus dat kunnen recepten zijn, maar dat kunnen ook maaltijdboxen zijn. Het kan zelfs zijn, en dat zie je daar rechts, out of home zie je daar staan. Het kan zijn, dat is misschien een leuk voorbeeld om te noemen. Maar in Londen zit een restaurant, zit in het business district daar. En daar zitten klanten bij aangesloten. En die klanten meten van alles aan zichzelf. En die krijgen dan een aangepaste online menukaart. Bestellen erop en kunnen dan een helemaal op maat gemaakte lunch eraf halen. Nou, dat is echt zeg maar het vergevorderde personalized nutrition, zoals dat gaat komen. En misschien kun je ook wel voorstellen dat stel je meet van alles en er komt bijvoorbeeld uit dat je eigenlijk wel baat zou hebben bij bepaalde vitamines en mineralen die je op dit moment nog niet uit je eten haalt. Dan zul je advies gaan krijgen hoe je dat wel uit je eten kunt gaan halen. Maar mogelijk heb je ook baat bij door een supplement te slikken wat gemaakt is op jou. En zo zijn er eigenlijk allerlei verschillende manieren, verschillende diensten, verschillende services die aanhaken bij dat personalized nutrition. Die zorgen voor een maaltijdmenu, een gevuld supermarktkarretje, een receptenbox, een potje pillen met supplementen. Allemaal op maat bij jou wat past bij jouw advies. En stel dat je dat volgt, want dat is een keuze, dat hoef je natuurlijk niet te doen. Maar stel dat je dat wel wil doen, dan krijg je een hele kleine gedragsverandering. Dat zie je rechts onderin.
En misschien kun je mijn vorige dia nog herinneren met dat pijltje. Nou, die beloning voor die gedragsverandering, die is er niet meteen. Want je bent niet meteen die 5 kilo kwijt. Dat duurt een tijdje. Maar misschien heb je wel zo'n duimpje. Ik weet niet welke mensen hier bijvoorbeeld een stappenteller op hun horloge hebben. Of op hun telefoon hebben. Maar dan krijg je vaak zo'n vlaggetje. Dat zijn vaak toch kleine stimulansen. Waardoor mensen het volhouden om de dag daarna ook weer een beetje hun best te gaan doen. Om net een tikkeltje gezonder te leven. Die beloning kan ook zijn, en dat zijn ook aanbieders voor, die jou belonen met bijvoorbeeld uiteindelijk de goedbonnen dat je met je gezin met korting naar een pretpark kunt gaan als je heel lang gezonde eetgewoontes of gezonde leefstijlgewoontes hebt vastgehouden. Dus op die manier kom je dan weer een tikkeltje dichter bij je eigen doel. Nou, dan ga je weer naar linksboven, je meet weer iets, vervolgens krijg je weer advies. Dat advies volg je nou al dan niet op. Stel je doet het wel, dan heb je weer een kleine gedragsverandering. Word je beloond, kom je weer wat dichter bij je persoonlijke doel. En zo gaat die cirkel eigenlijk rond. Totdat je uiteindelijk eigenlijk niet meer dat advies zo nodig hebt. Want het zit ingesleten. Je hebt een soort van nieuwe gewoonte aangeleerd die jou dichter heeft gebracht bij gezondheid. Bij een wat meer fittere leefstijl. Waardoor je hopelijk dus wat fitter gaat voelen. Want dat was het doel van deze persoon wat ik als voorbeeld schetste. Dus personalized nutrition is eigenlijk dit. Persoonlijk doel, iets meten, je krijgt advies, je volgt het op, je wordt beloond, dat komt dichter bij je persoonlijke doel, et cetera. En wat is dan de rol van Food Valley hierin? Want dit personalized nutrition staat erg nog heel erg in de kinderschoenen en wordt vooral gebruikt door mensen die heel erg geïnteresseerd zijn in gezondheid, zien we nu, dat die daar vooral gebruik van maken. Er zijn al best wel bedrijfjes die er al van alles op aanbieden. Maar het zit nog niet bij eigenlijk wat wij noemen de massa. Dus die grote massa van mensen die eigenlijk echt wel iets gezonder zouden willen eten, maar daar gewoon wel een steuntje in de rug voor kunnen gebruiken. En daar speelt Food Valley dan op in. En wat je op deze dia ziet, is in dat bovenste donkergroene vlak zie je allemaal icoontjes staan. En Food Valley is een soort van verbinder, een soort van dirigent die boven al die partijen in de maatschappij gaat staan. Dus je ziet supermarkten, je ziet die medische dingen, dus dat medische meten. Je ziet consumer tech, dat is meer, dat zijn de horloges en de apps, et cetera. Je ziet databedrijven, je ziet cateraars, je ziet ook artsen, gezondheids- of zorgverzekeraars of gewone verzekeraars. Ze zijn allemaal partner van Food Valley. Want ik vertelde jullie in het begin, we werken met partners. Partners komen naar ons. Als ze onze ambitie delen, bijvoorbeeld, goh, ik wil ook echt, ik heb ook zelf bedrijfsambities of ambities binnen mijn schoolomgeving. Hè, want je ziet hier educatie, binnen mijn overheidsomgeving, binnen mijn kennisinstituutomgeving, universiteiten, hbo's, et cetera. Die zijn allemaal partner bij Food Valley. En wij brengen ze bij elkaar, zodat zij gezamenlijk gaan werken aan een duurzamer en gezonder voedselsysteem. Zodat er uiteindelijk, dat zie je rechtsonder, dus producten gaan komen die meer bijdragen aan duurzaamheid en gezondheid. Of dat er andere services gaan komen, hè? Bepaalde adviezen gaan komen, die het voor jou gemakkelijker maken om de gezonde keuze te maken. Zodat uiteindelijk ook de eetomgeving verandert, zodat er ook wat minder verleiding is. Zodat het in een eetomgeving makkelijker is om een gezonde keuze te maken. En dat is wat Food Valley doet. Wij brengen al die partijen bij elkaar en wij zorgen dat er heel concreet iets wordt opgestart. Nou, als we die partijen bij elkaar brengen, bijvoorbeeld op dat personalized nutrition, dan richten wij daar een community voor op, zoals wij dat dan noemen. En hier zie je mij bezig. En dan zie je dat ik mensen in gesprek ben, deze linker meneer met dat donkere pak aan, die maakt toiletbrillen waar sensoren in zitten. En die sensoren meten iets in je urineontlasting over wat jouw voedingsstatus is. En dan de meneer die daar werkt, schuift een stukje verderop naar rechts zit, die maakt allerlei op maat gemaakte maaltijdboxen. En die heeft er allerlei data over die hij verzamelt van zijn klanten. Zodat hij ze heel goed advies op maat kan geven van, hey, deze maaltijdbox, die past bij jou. En dan derde meneer met de lichtblauwe blouse aan, die werkt bij een verzekeraar. En de verzekeraars willen ook graag mee gaan proberen om de mensen te gaan stimuleren naar een gezonder leefstijl en een gezonder eetpatroon.
En de meneer die helemaal rechts zit, die komt uit Engeland en die werkt bij McLaren Formule 1 racen. Nou, dan denk je, wat heeft dat nou met het voedselsysteem te maken? Nou, ook zulke partijen zijn partner bij Food Valley. Want bijvoorbeeld die coureurs die echt in die Formule 1 racen, daar wordt van alles aan gemeten. En er wordt heel nauwkeurig advies gegeven over hun leefstijl en over ons voedingspatroon. Dus daar kunnen we van leren om dat toe te passen voor mensen zoals jij en ik. En dat is wat Food Valley eigenlijk doet en verbindt. Stel je wilt nog een keer deze dia's krijg je later. Nou, dan zie je bijvoorbeeld hier op YouTube staan daar filmpjes over. Zodat je eens een keer kunt kijken hoe dat dan werkt, zo'n community bij Food Valley. En dan starten we heel concrete initiatieven op met al die partners. Bijvoorbeeld linksboven, dat is een kinderarts endocrinoloog uit het Jeroen Bosch ziekenhuis in Den Bosch. En die heeft samen met een aantal partners van Food Valley een anti-obesitas app ontwikkeld. Zodat het voor ouders, voor jongeren en ook voor de artsen die samen in die driehoek werken, makkelijker en leuker wordt om gezonde eetpatroon vast te houden. Nou, zo zijn we ook bezig met de Nijmeegse Vierdaagse. De Nijmeegse Vierdaagse is een hele normale afspiegeling van onze maatschappij. Dus dik, dun, oud, jong, alles loopt er door elkaar. En hoe kunnen we daar metingen gaan doen om te gaan kijken, kunnen we de mensen daar ook advies op maat geven? Bijvoorbeeld door middel van de cateraars die erbij betrokken zijn bij de Vierdaagse. Nou, linksonder is de persoon die je net ook op de vorige plaats zag. Dat gaat over gepersonaliseerde maaltijden. Wat wij Food Valley ook doen, is dat we dan proberen geld los te krijgen. Zodat er makkelijker innovatie gedaan kan worden. En zo hebben we bijvoorbeeld vorig jaar hebben we een prijs uitgereikt op dat Personalized Nutrition. En ook dit jaar is er weer zo'n prijs. Stel je wilt daar meer over weten, ga even naar Food Valley website, dan vind je dat. En stel je kunt het niet vinden, dan contact je mij even, dan help ik je daarbij. Maar dan kun je dus in een consortiumverband, dus in een samenwerkingsverband van verschillende soorten partners, en dat zijn ook partners buiten Food Valley, kun je opteren voor zo'n prijs om samen die versnelling in te zetten. Ja, om de gezonde keuze, de makkelijke keuze te maken. Dus dat gepersonaliseerd voedingsadvies, dat personalized nutrition, dat gaat helpen om overgewicht, obesitas en ondervoeding te verminderen. Daar gaan we, jij, jullie, ik, wij, de consument, bij helpen. Maar het staat nog in de kinderschoenen, dus er is meer nodig. En wat helpt er dan nog meer? Wat doen wij als Food Valley nog bijvoorbeeld meer aan initiatieven onder voeding en gezondheid? Nou, iets anders waar we ons op focussen is groente en fruit. Want we zien dat groente en fruit inname echt veel te laag is. De aanbevolen hoeveelheid in Nederland is 250 gram groente per dag. Maar we eten ongeveer de helft. En stel mensen met wat lager inkomen, die eten ongeveer maar een derde van die aanbevolen hoeveelheid. Dus die zitten nog wat lager zelfs. Dus daar is iets voor nodig. Dus wat hebben we gedaan bij Food Valley? We hebben een Food Boost Challenge opgestart. Een recipe for the healthy next generation, zoals die staan. Dus een recept voor een gezonde volgende generatie. Want die Food Boost Challenge die focust op jongeren. Grofweg jongeren tussen de 12 en de 20 jaar. En hoe gaan we die jongeren nu helpen om de gezonde keuze de makkelijke keuze te maken? Hoe gaan we hen helpen om meer groente en fruit te eten? Nou, dachten wij, we kunnen van alles aan ze opleggen. Maar laten we in de Food Boost Challenge jongeren nu eens centraal stellen. Dus wat we hebben gedaan, is we hebben, en de Haagse Hogeschool heeft daar een belangrijke rol in gespeeld. Ze hebben 200 studenten vanuit die Haagse Hogeschool gemobiliseerd om met maar liefst 1000 VMBO en MBO studenten te gaan praten. Samen games te doen, TikToks te doen, om op een hele ludieke, via action research, zoals wij dat noemen, gezamenlijk informatie op te halen, inzichten, kennis op te halen. Hoe het nu toch komt dat jongeren zo weinig groente en fruit eten. En zo deden ze eigenlijk een soort van spelende wijs. Dus het was geen groot wetenschappelijk onderzoek. Nee, zeiden wij tegen de jongeren, ga het zelf maar eens ontdekken. Doe het maar eens op een manier zodat het jullie past. Zodat jullie elkaar helpen om tot inzichten te komen waarom jullie nu zo weinig groente en fruit eten. En daar kwamen eigenlijk heel erg leuke inzichten kwamen daar eigenlijk uit. Bijvoorbeeld iets heel simpels wat je dan bijvoorbeeld zag, is dat de jongeren zeiden, nou, wij
hebben eigenlijk veel te weinig, hoe heet het? De rijen zijn veel te lang in de schoolkantines. Dus ook al is er gratis fruit en gratis groenten te halen, als die rijen zo lang is, ja, dan loop ik naar de supermarkt. En dan wordt er toch een frikandellenbroodje en een blikje energiedrank. En die supermarkt was niet alleen vanwege die lange rijen, maar ook een soort fijne escape om even weg te zijn uit dat schoolgebouw. Om even te kunnen vluchten en een andere omgeving te kunnen hebben. En er kwamen ook andere, een heel ander inzicht wat er uit dat onderzoek kwam, is dat bijvoorbeeld als je het over groente en fruit hebt, wordt heel vaak de kleur groen gebruikt. Maar jongeren hebben nog relatief lagere impuls. Controlemechanisme. Dat heeft met het rijpen van het brein te maken in die fase. Dus ze zijn relatief impulsief in hun aankopen. Dus ook wat ze aan eten en drinken kopen. Dus ze hebben echt wel, kwam ook uit dat onderzoek, vaak goede voornemens om wat gezondere aankopen te doen. Maar in de praktijk is dat gewoon lastig. En besluiten ze heel impulsief en worden het 4 croissantjes voor een euro. Lekker goedkoop, zit je helemaal vol, kan je ook nog delen met je vrienden. Hè? Daar scoor je nog een beetje mee. Dus de gezonde keuze is dan, de makkelijke keuze is gewoon niet dan de gezonde keuze geweest. En rood blijkt een kleur te zijn die impulsiviteit en impuls aankopen triggert. Dus nou, een inzicht was, dus kunnen we dus dan niet iets doen met groente en fruit wat rood is? En dan ga je er zo meteen vertellen over de winnaar. En die zijn er echt heel daadwerkelijk op ingespeeld. Dus de jongeren die stonden centraal. Samen met partners, want ik vertelde je al, Food Valley werkt altijd met partners. Dus ze halen dan allerlei partners bij elkaar. Dus je ziet een aantal supermarkten, je ziet voedselverwerkende bedrijven, je ziet bedrijven die verse groenten en fruit hebben, je ziet onderzoekspartijen, je ziet ook partijen als GGD, Jong Leren Eten, Jongeren op Gezond Gewicht. Ze allemaal met elkaar en we hebben die partijen gezegd, die jongeren hebben met elkaar inzichten opgehaald. Kunnen jullie nu eens gaan kijken met de jongeren om dat een stap verder te gaan brengen? Dus al die jongeren werd gevraagd, jullie hebben zelf inzichten gegenereerd, komen jullie nu ook eens met oplossingen? En die oplossingen, dat moeten jullie in een teamverband doen, zodat jullie samen gaan overleggen van wat je nou denkt dat eigenlijk kan gaan helpen. Wat is jullie oplossing? En dat was een nationale challenge die we uit hebben gezet, een nationale Food Boost Challenge. En dat leverde 25 hele mooie concepten op. En uiteindelijk ook 10 finalisten. En die 10 finale groepjes van scholieren en studenten gingen dan met al die partners die ik op die vorige slide liet zien, gingen die samen in co-creatie. Die gingen samen aan het kijken, wat waren die inzichten van de jongeren? Welke oplossingen hebben de jongeren? En hoe maak je dat nu tot een concept wat ook de markt kan gaan halen? Wat bedrijven uiteindelijk ook kunnen gaan produceren, maken. Dat waren niet alleen producten, maar dat ging ook over games. Hè, want jongeren gamen veel. Hoe kun je ze via games bijvoorbeeld in beïnvloeden? Het ging ook over hotspots. Plekken waar jongeren veel komen. Dus bijvoorbeeld hoe kun je festivalomgevingen of supermarktomgevingen of schoolkantines, sportkantines. Hoe kun je die nu een tikkeltje gezonder maken? En daar hadden de jongeren zelf over nagedacht. En gingen zij in matchmaking en co-creatie met al die bedrijven en partners van de vorige dia. En toen kwam er een winnaar uit. Sterker nog, er kwamen 5 winnaars uit, maar er was 1 hele grote winnaar. Die sleepte notabene 2 prijzen in de wacht. En dit is linkermeisje naast mij is Jasmine en de rechtermeisje is Alice. En ik heb ze vanochtend nog gesproken, want zij wonnen notabene 2 prijzen. We hadden een juryprijs van 5000 euro en we hadden een prijs van een ticket naar Amerika. Omdat een van de partners die ook vers groente en fruit maakt, het hoofdkantoor heeft in Amerika. En het studententeam wat won, zou naar Amerika mogen gaan om daar op dat hoofdkantoor te gaan brainstormen over hun idee. Nou, dus dat leverde eigenlijk van allerhande leuke dingen op. Natuurlijk dolblije studenten die met prijzen in de wacht geven. Maar wat dit allemaal nog meer triggerde, naast heel veel ideeën, partners die aan de gang gingen, kreeg het ook heel veel spin-off. En het is een beetje een saaie dia, deze volgende. Maar uiteindelijk bereikten we hier ongeveer 5000 scholieren en studenten mee. En de partners die in die Food Boost Challenge zaten, die werden ook een beetje geïnspireerd en gemotiveerd om ook wat andersoortige dingen te gaan doen met de jongere doelgroep. Dus bijvoorbeeld Dol, wat je misschien kent van de ananasblikjes, die ging gastlessen geven op een aantal VMBO en MBO scholen over het belang van groente en fruit.
En Jumbo kennen we ook allemaal. Die ging ook piloten, hè, dus wat dingen veranderen in zijn supermarkt, op basis van wat die VMBO en MBO-studenten zeiden. En Formaat was een cateraar, of is een cateraar, en was ook partner in deze Voorboost Challenge. En zij gingen kijken wat zijn eigenlijk plekken waar wij cateren en waar jongeren veel komen, zodat ze iets van die inzichten kunnen gaan implementeren. Nou, zo was er eigenlijk van alles aan de gang, wat allerlei spin-off was. En dat zijn allemaal kleine initiatieven die allemaal gaan helpen om dat gezonde, dat voedselsysteem uiteindelijk wat gezonder en ook wat duurzamer te gaan maken. En heel veel partners kwamen ook naar ons toe en zeiden van, goh, blijft het nou bij één Food Boost Challenge of komen er meer? Nee, er zijn al 2, 3 en zelfs ook wel 4 zijn al in de maak. Dus stel jij denkt, dat vind ik ook iets leuks en daar wil ik ook op een bepaalde manier aan bijdragen, omdat je bij de school werkt of bij een kennisinstituut of bij een overheidsinstelling of bij een bedrijf en je kunt daar iets mee, dan kan je kijken op www.foodboostchallenge.nl of je gaat naar de Food Valley website en dan kom je bij mij of ook weer op de Food Boost Challenge website en dan kun je daar nog meer informatie vinden. Dus Food Boost Challenges die gaan ook helpen om meer gezondheid onder jongeren te krijgen. Maar het is nog maar één van de weinige initiatieven. En wat helpt er nu nog meer? Want er is echt veel meer nodig om de gezonde keuze, de makkelijke keuze te maken. Nou, wat doen we nog meer? In Nederland hebben we het ministerie van VWS en die hebben een nationaal preventieakkoord. Dus hoe kunnen we voorkomen, ziekte voorkomen en hoe kunnen we veel meer op voorkoming zitten, op preventiekant zitten. En onder dat nationale preventieakkoord, wat ons ministerie van VWS uitrolt, zit een nationaal akkoord productverbetering. Dus hoe kan je nu tot andere producten komen die direct zijn ontwikkeld om bij te dragen aan duurzaamheid en gezondheid? Of hoe kun je de producten die er wel zijn en die heel erg in trek zijn, waar wij met z'n allen veel vraag voor creëren, hoe kunnen we die wat gezonder gaan maken? Minder suiker, zout en vet erin. Zodat, je ziet hier links een plaatje van de supermarkt, daar een veel gezonder aanbod gaat komen. Zodat het bijvoorbeeld in de supermarkt het makkelijker gaat worden om een gezonde keuze te maken. Misschien is het goed om te realiseren dat op dit moment ongeveer 80% van de producten wat die verkocht worden in de supermarkt niet bijdragen aan gezondheid. En dan kun je misschien met een boze vinger naar de supermarkt wijzen, maar wij creëren met z'n allen die vraag. Dus als het de supermarkt niet aanbiedt, dan komt er ergens iets anders alweer online. Dan poppen er weer nieuwe aanbieders op. Want zolang de vraag is, zal er een aanbod blijven bestaan. Dus we hebben met z'n allen een bepaald systeem gecreëerd waarin het niet zo makkelijk meer is om die gezonde keuze de makkelijke keuze te maken. Dus we moeten ook het hele systeem meekrijgen. We moeten met z'n allen zullen we moeten samenwerken om die systeemverandering te krijgen. Zoals nou, die jongeren hier, die inderdaad vers groente fruit gaat kopen in plaats van dat frikadellenbroodje wat hij misschien wel in zijn hoofd had. Nou, hoe ondersteunen wij als Food Valley nou daarop? Ik zei jullie in het begin al dat wij ook op faciliteiten ondersteunen. En dat heb ik toen even laten liggen, was in het begin van mijn presentatie. Nou, wat wij bijvoorbeeld doen bij Food Valley op faciliteiten, dat we op basis van een soort deeleconomie gedachte faciliteiten in een soort van virtueel depot hebben staan. En hier zie je een voorbeeld van een MRI. En die staat in het ziekenhuis Gelderse Vallei. Want stel, je eet iets wat heel lekker is, dan gaat er van alles veranderen in je brein. En dat kun je dus ook onderzoeken. En dat kan je dan bijvoorbeeld zien op zo'n plaatje hier, wat je op de computer ziet, dat er bepaalde delen van je hersenen, die lichten op. Omdat er een soort verzadigingsmechanisme optreedt, maar ook een soort beloning, omdat je iets heel lekker vindt. Een soort geluksgevoel wat je krijgt van iets lekkers eten. Dus als we producten willen gaan ontwikkelen, die meteen worden ontwikkeld om duurzamer en gezonder te zijn, dan moet je eigenlijk zo'n soort vanzelfde stimulans kun je krijgen in je brein. Ja, wie gaat er nou in vredesnaam zo'n MRI aanstellen om dat te kunnen meten? Nou, op basis van zo'n deeleconomie gedachte kun je dus dan gebruik maken van zo'n dummy fMRI of van een gewone fMRI, die dan staat ergens anders, niet bij jouzelf als producent, maar zodat je toch bepaalde metingen kunt doen die jou helpen, of die de partners van Food Valley dan helpen om een gezonde keuze makkelijker te gaan maken, bepaalde metingen te doen. En het volgende plaatje is nog zo'n voorbeeld. Zie je allemaal potjes en slangetjes en knopjes? Nou, ik kan jullie vertellen, dit is een model wat bij de Wageningen Universiteit staat. En dit is een nabootsing van een darm. Want als je iets eet, dan wordt het natuurlijk verteerd in je darm. Maar er gaan ook allerlei bacteriën gaan ontwikkelen. En die bacteriën
Daar wordt je afweersysteem, vindt vooral plaats in je darm. Dus hoe vindt nu eigenlijk die spijsvertering plaats? En welke bacteriën gaan er nu allemaal groeien? Als je iets eet, dus als je een product wilt eten wat meer bijdraagt aan gezondheid, bijvoorbeeld omdat het bij gaat dragen aan weerstand, nou, dan is dit dan weer iets wat bijvoorbeeld bij de Wageningen Universiteit staat. En wat je op die manier kan helpen om voor de productontwikkelaars, het zijn ook veel partners van Food Valley, om dus tot gezondere producten te gaan komen. Het zijn eigenlijk allemaal maar voorbeeldjes. Ik heb er nu 3 genoemd. Hè, dus met faciliteiten op groente en fruit, de Food Boost Challenge, op Personalized Nutrition, waar we een heel breed community, een heel breed ecosysteem bij elkaar brengen. Wat allemaal acties zijn om uiteindelijk dat voedselsysteem te veranderen en de gezonde keuze de makkelijke keuze te maken. Ja, dat was dan ook meteen eigenlijk het einde van mijn verhaal. Nogmaals, ben je benieuwd en wil je meer weten van wat ik doe, wat we bij Food Valley doen op voeding en gezondheid, of misschien wel op de 2 andere innovatiethema's, dus die eiwittransitie of die circulaire agrifood met die reststromen, of misschien wel op alle ondersteunende diensten die we hebben op internationalisering, op faciliteiten, op analyses, op internationalisering. Nou, neem contact met ons op. Daar staan mijn contactgegevens, maar je vindt ze ook op de website. Ik ben heel benieuwd of er vragen zijn. Ik hoop het eigenlijk ergens van wel, want dat betekent dat ik niet helemaal duidelijk ben geweest. En dan kan ik op deze virtuele manier toch met jullie in gesprek gaan. Dus dan ben ik heel benieuwd. Zeker, ja. Nee, dus super bedankt voor jouw mooie verhaal. Judith, ik ken het natuurlijk gedeeltelijk al. Maar ja, elke keer weer mooi. Ik hoor er elke keer ook weer iets anders in. Als je er zo bevlogen over praat. Er zijn veel vragen binnengekomen, dus laten we gewoon direct van start gaan. Over jouw maïsvoorbeelden. Als de maïs in zijn geheel gegeten kan worden, blad en kern, wordt het eten dan niet gemanipuleerd? Kan het lichaam dat dan wel goed verwerken? Ja, dus het zal ook niet het voorbeeld zijn dat je de hele maïskolf met blad en kern en alles in één keer gaat eten. Je moet het zo zijn dat je die maïskolf blijft eten, dus die maïskorreltjes. Maar dat we dat andere wat nu verhakseld wordt van diervoeder, dat zijn koolhydraatketens, zodat je die op een bepaalde manier kunt verwerken in andersoortige producten. Misschien komen ze wel in koekjes terug, misschien bepaalde vezels in een bepaald soort brood. Dus op een bepaalde manier kan het verwerkt gaan worden. Dus op die manier moet je daar eigenlijk aan denken. Ja, precies. Dus echt voor maïs en niet zozeer dus echt voor mensenvoeding, maar misschien wel op een andere manier terugkomen. Joop heeft een goede vraag. Hij zegt, personalized nutrition, is dat niet duur voor de gemiddelde Nederlander? Ja, Joop, dat is nu nog steeds zo. En misschien kan je herinneren dat ik zei van, het zit nu nog eigenlijk vooral een beetje de bovenste, een bovenste laag van de samenleving. Van mensen die al heel behoorlijk gezondheidsbewust zijn, die zie je vooral dat personalized nutrition doen. Maar ik kan je vertellen dat in die personalized nutrition community die we bij Food Valley hebben gestart, waar dat hele brede netwerk van partijen bij elkaar zit, daar hebben we juist onszelf als doelstelling gezet van, hoe komen we nu wel bij de massa? Hoe komen we nu, laten we zeggen, bij 50-70% van de bevolking die best wel een tikkeltje gezonder wil gaan eten, maar wie het gewoon lastiger is? Dus de doelstelling is inderdaad om het niet, om echt bij die massa te kunnen gaan komen. En dat is nu nog niet het geval, maar dat zijn juist precies de initiatieven die Food Valley van de grond aan het trekken is met partners om daar wel bij terecht te kunnen komen. Dus nu is het vaak heel gezond, willen nog iets gezonder. Ja. Je wil juist gewoon de mensen die best wel gezonder willen, maar denken, hoe dan? Ja. Nou, en ik denk dat Ellen heeft die vraag ook. Ze zegt, maar waar kan je nou zo'n persoonlijk advies krijgen? Hè, dus waar zou je nou eventueel zo'n test kunnen doen of een advies kunnen krijgen? Nou, het is natuurlijk zeker iets ook wat we in het online leefstijlprogramma, waar ik zo meteen nog even kort iets over ga vertellen, waarbij we veel vragen beantwoorden, ook via onze... Ik kon niet meer op het Nederlands woord. Ja, ons kennisnetwerk. Nee, hoe heet het nou? Onze community. Het is niet eens een Nederlands ook woord. Ook wel een community. Ook een community, inderdaad. Dus daar kan je zeker je vragen ook stellen. Ik denk dat het Elle is ook die meedoet aan het programma. Maar het zou ook kunnen dat ze denkt van maar ook echt een persoonlijke test. Kan je daar nog kort iets over vertellen? Ja, daar kan ik zeker wel iets over vertellen. En ik
Ik weet niet of het heel netjes is om hier allemaal bedrijfsnamen te gaan noemen, maar er zijn best wel een aantal bedrijven, bijvoorbeeld die bloedglucose meten. Dan plak je een soort van stickertje op je bovenarm en die meet dan jouw bloedsuikerspiegel continu. Dat lees je uit op een app en daar wordt voedingsadvies aan gekoppeld. Zulke soort partijen zijn er al. Dan via Clear bijvoorbeeld. Hè? Clear is daar bijvoorbeeld. En dat is inderdaad een partner van Food Valley die dat inderdaad aanbieden. Maar je hebt ook bijvoorbeeld Olive Health, die bijvoorbeeld die toiletbril waar ik het over had met sensoren, dat is alweer gekoppeld aan een Apple Watch. Nou, die meten, daar zitten sensoren in, die meten van alles. Echt heel veel verschillende soorten parameters in je ontlasting en in je urine. Dat is dan weer gekoppeld aan je Apple Watch. Die zou daar wel één moeten hebben. Maar daar kan je dan weer dingen op uitlezen van hoe jij zelf bent. En dat wordt dan ook weer gekoppeld aan advies. Ja. Nou, je hebt ook nog Fertify en HAP. Dat zijn weer bijvoorbeeld partijen die echt eigenlijk heel makkelijk, een makkelijke manier. Ecomnu is ook een partij daarvan. En die zitten veel meer op de maaltijdaanbod. Dus hoe krijg jij een maaltijdbox of een maaltijd kant-en-klaar. Of een maaltijd die je zelf nog af kunt kopen. Daar zijn daar weer partijen over. Dus er zijn er best veel. Ik noem er nu een aantal. Ik ga er graag, ik weet niet of het Joke was, of ik de naam goed heb onthouden. Maar Ellen. Ja. Ellen, neem contact met je over op, want dan zal ik je doorverwijzen naar partners die misschien iets voor jou kunnen betekenen. Helemaal goed. Yvonne zegt, goede vraag, ook van even wat latere slides. Waardoor wordt een terugval veroorzaakt wanneer je toch echt gemotiveerd bent en je best doet? Ja, dat kan ik moeilijk zeggen, want er zijn vaak heel veel verschillende oorzaken om zo'n terugval te krijgen. En een van de dingen is onder andere die beloning. Dat horen we vaak. Mensen doen echt wel hun best, maar vallen niet meteen af. Misschien doen ze ook wel, doen ze echt heel erg hun best, maar zijn het net niet de dingen die goed zijn voor jou. Daarom is dat personalized nutrition ook zo belangrijk, want dat meet je iets aan jezelf. En dan krijg je ook advies op maat wat wel goed voor jou is. Dus soms zijn het hele goede dingen, maar niet voor jou de juiste dingen. Soms komt de beloning wat later. Soms zitten ook hele andere factoren niet mee. Omdat je bijvoorbeeld slecht slaapt. Of stress hebt voor bepaalde dingen. Of het heel druk hebt. En dan het terugval is heel veel voorkomend. En is ook best gewoon. En het gaat er vooral eigenlijk over. Ja, hoeveel veerkracht heb je nou eigenlijk? Hoe erg lukt het je nou? En dan jezelf toch maar weer daarna. En wel weer op dat vorige pad waarop je zat, jezelf daar weer op terug te krijgen. Dus ja, die terugvallen komen veel voor. Nou, ik zou hem nog wel iets scherper willen stellen. Ik denk dat terugval helemaal niet bestaat. Dus je doet iets en dat lukt wel of dat lukt niet. Nou, als het niet lukt, dan ga je een andere aanpak doen. En als het wel lukt, dan doe je er meer van. Maar vaak denken we nou, oh, alles is verloren, dus stop ik er maar mee. En zijn de stappen die we doen ook veel te groot. En ik denk wat jij ook, ja, heel mooi uitlegde en waar ik het helemaal mee eens ben. Dus je wil iets een gewoonte maken. Je wil er niet over na hoeven te denken. Hè? Dus die, ook al was uitgelegd, die neocortex. Dat is waar de verstandige besluiten, zeg maar, worden genomen. Alleen dat oerbrein, die prikkelverwerking gaat veel sneller. Dus al die gewoontes, al die gedragingen, dat gaat vele malen sneller dan dat je echt ook die neocortex aan het werk zet. Dus maak er echt een gewoonte van. En doe dat dus met hele kleine stapjes. Hey, Laura heeft een vraag uit Engels. Die zegt, how do you influence the healthy choices in OOH? Zeg jij dat iets? OOH? Nee. Laura, can you explain? Kan je toelichten wat je bedoelt met OOH? Want dat weet ik eigenlijk niet. En we blijven nog even in het Engels met Petra. Petra zegt, klopt het dat de site van Food Valley alleen in het Engels is? En ja, ik weet dat elke site vertaald kan worden, maar waarom is die nou in het Engels? Ja, onze Food Valley website is inderdaad in het Engels. Onze voertaal is ook in het Engels bij Food Valley. Omdat wij internationaal, wij zitten in Nederland, maar werken nationaal en internationaal. Want die voedselsystemen gaan over de grenzen heen. Dus inderdaad, we hebben heel veel partners uit het buitenland. En vandaar dat wij Engels als voertaal hebben. Ja, duidelijk. Dan, ik ga er even wat sneller doorheen hoor. Er zijn nog superveel vragen. Even kijken. Ellen zegt, als ex-docent lichamelijke oefening en biologie op een VMBO-school, wilde de directie dat we meer aandacht zouden geven. Daar meer aandacht. Ik denk aan voeding. Ik heb toen gezegd dat ik dat best wel wilde. Mits de automaten met onder andere Mars en dergelijke zou verdwijnen. Maar dat werd niet gedaan. De school daar geld voor krijgt. Is dat nog steeds zo dat school echt geld krijgt voor zo'n automaten? Dat weet ik niet. Ik weet wel dat het echt heel lang zo was.
Ja, ik weet niet of dat nog steeds zo is. Ik weet wel dat in Frankrijk al best een aantal jaren geleden is, alle scholen mogen ze niet meer staan. En er zijn nu inmiddels heel veel scholen die hebben het predicaat gezonde school. En volgens mij mogen die scholen niet meer de automaten hebben. Maar als het school het predicaat niet het predicaat gezonde school heeft, dan zijn scholen nog steeds Mag vrij om alles. zo'n automaten te hebben. Ja. Ja, dan hoop je maar dat iemand wat hoog in de boom denkt, ja, dit kunnen we nu echt niet meer doen. Nou, dus stel je hebt een directeur en je denkt, die is misschien nog wel te paaien voor iets. Stuur hem naar mij. Ik praat hem om als jouw kind op de school zetten. En dan zorgen dat die school het predicaat gezonde school kan gaan Kijk, vormen. nou, ik vind het een mooie uitdaging. Superleuk. Even kijken. Herm zegt, hoe heet de anti-obesitas-app? Is die wetenschappelijk onderbouwd en is die gratis? Die anti-obesitas-app heet de Juvenile Anti-Obesity-app. Of die gratis is, weet ik niet. Hij wordt vooral gebruikt door de kinderen die naar de obesitaskliniek gaan van het Jeroen Bos Ziekenhuis. Dus de kinderen die daar onder behandeling zitten, of de jongeren ook die daar onder behandeling zitten, die piloten met die app. Daar is En onder die andere. is ook in het Engels. Nee, die voor zover ik weet, is die in het Nederlands. En de partner HAP is daarbij betrokken. Dus HAPP. Dus vandaar ook dat die Juvenile Anti-Obesity App, dus J-HAP, heet. Waarom maken ze het dan ook weer zo ingewikkeld? Ja. Oké, J-HAP. Helemaal goed. Gerlinde zegt, ik werk op een VMBO-school. Helaas heb ik niets gehoord over de National Food Boots Challenge. Is dit iets wat regelmatig wordt uitgevoerd? Nou, daar gaf je al antwoord op, hè? Ja, we gaan het vaker doen, Gerlinde. Dus Ja. als je bij me meldt, we gaan nieuwe opstarten. En wie weet, kan jouw VMBO-school wel meedoen? Hartstikke goed. Kan je nog één keer je e-mailadres noemen? Dan zet ik hem ook even in de app. Ja, dat is Judith. Ja. Punt. Ja. Van der Horst aan elkaar. Ja. En dan at Ja. foodvalley.nl. Punt. Hartstikke goed. Staat hij nu in de app voor iedereen? Ik ben benieuwd hoe erg je gespamd wordt. Laat me komen. Even kijken. Joop zegt, de supermarkt bepaalt meer het aanbod dan de consument. Zij kunnen dus ook onderdeel worden van het verbeteren van het aanbod met een gunstiger prijspeil. Helemaal mee eens, Joop. Dat is ook een van de redenen ook waarom ik ook veel met Albert Heijn werk. Om echt ook aan de ene kant ben ik hoofdcoach van de Food First Leefstijlcoach-app, die gratis gezondheidsapp. Maar aan de andere kant kijk ik ook samen met hen naar hoe kunnen we die schappen echt gezonder en betaalbaarder maken. Jennifer vraagt, wanneer verwacht je dat het omslagpunt komt en personalized nutrition niet meer een niche is, maar een breed gedragen concept? Ja, mooi. Ja, goede vraag. Er zijn best wel wat een aantal bureaus die daar echt voorspellingen op doen. En die voorspellen in de komende 5 jaar triple exponentiële groei. Dan zal het dus dat betekent echt een enorme groei. Dan zal het dus nog steeds, omdat het nu echt niche is, nog steeds klein zijn. Dan nog steeds niet groot bij die massa zijn. Maar dat zal wel een aantal, laten we zeggen dat het dan een soort olievlek gaat worden. Dat het langzaamaan eigenlijk ja, bij de burgers zoals jij en ik terecht gaan komen. Dus ik vermoed dat het. Dat het over 5 jaar al andere vorm heeft, over 10 jaar zeker. Dus het is lange adem, maar dan vermoed ik zeker dat het echt bij de massa echt ingeburgerd Nou is. ja, ik vergelijk het altijd een beetje. We zijn natuurlijk allemaal ongeduldig en we willen het allemaal nu anders. Maar als ik kijk, 10 jaar geleden begon ik hiermee. En toen was ik echt die ene gekke dokter met die hele bijzondere hobby. Ja, als je kijkt hoeveel er in 10 jaar tijd is veranderd. En 10 jaar is natuurlijk echt niks, hè. Dat is natuurlijk super kort. En ik ben zelf ook niet een heel erg geduldig mens. Maar ja, 5 tot 10 jaar is echt helemaal niet zo heel veel. En Nee. Christa heeft nog echt een ja, redelijk shocking ding. En ik herken het. In mijn ziekenhuis staan ook snoepautomaten. De omgeving waar je gezond gedrag moet stimuleren. En ik weet niet of het dezelfde Christa is, maar wel eens gedacht om hier een plan voor te schrijven. Het is met een vraagteken. Ik weet dus niet of de vraag aan jou is. Misschien zou het wel eens. Misschien ook iets aan jezelf. Geen idee, Christa, of jij hier. Of jij hier iets mee te maken wilt hebben, maar die ziekenhuizen, nou ja, ik vind het verschil zo groot, hè? Als je kijkt bijvoorbeeld in het Amsterdam UMC doen ze er heel veel aan. Dan zijn ik op een gegeven moment echt alle snoepautomaten, al het aanbod is beter geworden. Ik weet, Meander, waar ik bij zit in Amersfoort, doet er ook veel mee. Dus, nou ja,